Deze beschouwing die gaat over christenvervolging. Het is dinsdag 25 juni 2019, 8:15 's morgens. Het wordt vandaag heerlijk weer, 35 graden Celsius. Ik heb net even de planten water gegeven, daar waren ze wel aan toe. En ik ook, en ik drink een kopje thee. Christenvervolging. Ik volg zo'n van die christelijke radiotoestanden. En degene die ik wekelijks eigenlijk alle uitzendingen zo'n beetje luister. Het is First Amendment Radio. En die hebben dan zo'n radioshow en die duurt iets van 35 minuten zo. Per keer. En die begint dan met een nieuwssectie. En die heette The World View. En dan wordt in vijf minuten wordt er verteld wat er aan de hand is in de wereld. Over de hele wereld, hè? Het is een Amerikaanse zender en ze staan ook veel stil bij Amerikaanse dingen, natuurlijk. Maar ook bij mondiale gebeurtenissen. En vrijwel elke keer wordt er melding gemaakt van weer eens christenen die ergens vervolgd worden. Ja, je ziet dat niet op het NOS-journaal, echt niet. Er is ergens een transgender en die heeft een milkshake besteld bij de McDonald's. En die werd aangesproken met hij of zo. Die ene McDonald's medewerker tegen die andere McDonald's medewerker zegt van... wil hij nou een choco of een banano? En dat die transgender zei, ik wil aangesproken worden met zij. Nou, dat komt gelijk in de krant. Maar dat er weer eens 10 christenen vermoord worden. Nee, dit is oud nieuws. Gek, hè? En het christendom... Het doet geen vlieg kwaad, punt 1. Het predikt verdraagzaamheid... het is monotheïstisch. Het doet niet aan beeldverering. De voedselwetten zijn zo goed als miniem. Het is niet wat de mond ingaat dat de mens verontreinigt, maar dat wat de mond uitkomt. Ja, dat zijn de voedselwetten van onze Heer Jezus Christus. Nou, overspel en dat soort dingen, daar houden we niet van. Als je er alleen maar aan denkt, dan heb je het al gedaan. Dopen, ja, dat mag, het is niet verboden, maar het hoeft van de Bijbel niet. Ja, wat moet je nou meer? Racisme, dat kan volgens het christendom helemaal niet. Want we zijn allemaal kinderen van God. Dus wat is het probleem? Waarom moeten christenen vervolgd worden? Omdat ze vinden dat als twee mannen zich gedragen als een mannetje en een vrouwtje, in die zin dat ze met z'n tweeën de lakens gaan delen en seksuele handelingen doen, dat christenen dat abnormaal vinden? Is dat het probleem? Nou, mijn opmerking daarover is, het is abnormaal. Dat wat er gebeurt tussen een man en een vrouw qua seks, dat dient te gebeuren tussen een man en een vrouw. Daar is het oorspronkelijk voor bedoeld. Of je nou gelooft in God, aan God, dat maakt me niet uit. Maar seks gaat daarover.
En als je dat dan zo ontzettend lekker vindt, dat je het alsmaar wilt doen, maar je wil het dan als man niet met een vrouw doen, maar met een man doen, ja, dan ben je gek bezig. Dat is abnormaal. En dan blijkt ook nog uit de statistieken dat raidridders, die worden niet zo oud. Nee. En raidridders die zitten veel vaker aan spullen zoals antibiotica. Omdat ze weer eens een geslachtsziekte hebben opgelopen. En dan krijgen ze ook nog antibiotica-contra-reacties. Want als jij je afweersysteem een handje gaat lopen helpen, tussen aanhalingstekens, ja, wat is een handje lopen helpen in deze? Dus je gaat je afweersysteem helpen, want je hebt een geslachtsziekte. Nou, dan moet er maar antibioticum in, want je afweersysteem komt er niet uit. Veel te zware overbelasting, dus dan ga je het afweersysteem helpen. Ja, met wat? Ja, die antibioticum en dan gaat dan die indringer helemaal van dood. Oh ja, alleen die indringer? Dacht je dat nou echt, Jochie? Wanneer heb jij leren denken? Op de kleuterschool? Ooit gehoord van bijwerkingen? De eerste hoofdwet van de farmacie is: er bestaan geen bijwerkingen. Ieder spulletje dat je in je mond stopt, heeft een spectrum aan werkingen en dat heet de werking. Nou, en in dat spectrum zitten dan bepaalde onderdelen van de werking. En die liggen goed in de markt, dus dat wordt daar wordt een reclame voor gemaakt. Want dit is het spul wat dat en dat in de werking heeft. Maar de werking is niet dat ene dingetje. De werking is een heel spectrum. Er is geen bijwerking, er is alleen maar de werking van een spul. En een antibioticum, inderdaad, dat is reuze giftig. Je kan er zelfs je immuunsysteem mee om zeep helpen. Dan krijg je immuundeficiëntie. Daar hebben ze een mooi woord voor, dat heet opgelopen immuundeficiëntiestoornis. Acquired Immune Deficiency of Deficiency Syndrome. Ken je die afkorting? AIDS. Komt veel voor onder homoseksuele mannen. Of kwam veel voor. De laatste tijd hoor je er niks meer van. Maar dat zal wel zo zijn dat ze het een ander naampje hebben gegeven. Ja, hoe kom je op het idee om je ik ga er maar even over door, maar om je penis te stoppen in de anus van een ander mens. Zelfs bij je vaste partner, oké. Als een vrouw dan natuurlijk, hè? Want als reetridders ergens onbekend staan, is dat het begrip vaste partner. Dan moet je met een korreltje zout nemen, hoor. Een beetje reetridder heeft aan het einde van zijn leven honderden partners gehad. Waarvan een heel groot aantal, dat waren personen die die avond had leren kennen. Kortom, dit is sodomie. Ja, dat vinden wij christenen. Ja. Nou ja. Moet je ons daarom vervolgen? We slachten toch geen homoseksuele mannen af? We vinden het afwijkend. Het is een gruwel in de ogen van God. Dat vinden wij het. En zelf vinden wij het vies. Wat voor een probleem heb je daarmee? Maar kennelijk is daar een heel groot probleem mee, want wij worden vervolgd. Terwijl wij vermoorden helemaal geen reetridders. Dat doen we niet. Er was een lesbisch stel en die gingen naar zo'n hele beroemde taartenwinkel en die wilden een huwelijkstaart.
En dan moesten opkomen, ja, twee dames namen of zo. En dan zeiden die mensen, oh, een lesbisch huwelijk. Nou, dan bakken wij geen taart. En een rel, jongen. En die bakkerij die moest een boete betalen van anderhalve ton. $150.000. Omdat ze geen zin hadden om een taart te bakken. Een emotionele schade, want die ene lesbische Trien, die had moeten huilen. Nou, wat erg. Want ze kreeg de zin niet. Ja, bak dan je eigen taart, trut. Ga naar de transgender taartwinkel. Nee, we worden afgeslacht. En ik weet de reden, hoor. Maar die verklap ik nog niet. Dat is gemeen, hè? Ja, de reden is dat... Nou, laat ik beginnen met de geschiedenis. Het christendom, dat is begonnen... in de eerste eeuw van Christus. Van onze jaartelling. Eerste eeuw na Christus, heet het ook wel. Het christendom is dus... Daar moet je even bij stilstaan, hè? Onze jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Christus. Onze jaartelling. Geen geintje. Dat kan je van het boeddhisme of zo, kan je dat niet zeggen. Maar iedereen beweert over de hele wereld dat het vandaag het jaar 2019 is. Dat is dus 2019 jaar na de geboorte van onze Heer. Onze Heer. Laat dat je even weet hoe zwaar het christendom erin zit. Onze jaartelling is erdoor bepaald. En het is begonnen na het heengaan van onze Heer. Zo ergens is in het jaar 33, 34. Toen, het was natuurlijk daarvoor al bezig toen hij nog leefde. Zijn lichaam nog leefde. En na zijn heengaan, wat noodzakelijk was, hè, dat heeft hij van tevoren netjes gezegd. Van, het is noodzakelijk dat ik... Even kijken, dan staat het ook weer. Dat is een mooi woord. Op zijn Engels in de King James staat het zo mooi. It is expedient for me. Kijk, oké, JV. It is expedient. For me. Zoiets was het toch? To go away. It's expedient for you. Yeah, nevertheless, I tell you. Wat staat dat? Het gaat over de Heilige Geest. De trooster heet hij. Johannes 16 vers 7. Het gaat er mij niet om jullie te bekeren tot het christendom. Het gaat mij erom om jullie uit te leggen waarom ik een christen ben. En in dit geval, waarom worden christenen vervolgd? Kijk, John 16 vers 7. Ja, precies. Doch ik zeg u de waarheid, dubbele punt. Het is nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga... Zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem, de trooster, tot u zenden.
Wat een belofte, hè? In het Engels is het ook heel mooi. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Ja, dat dan over het heen gaan van Christus. De aankondiging van de trooster. De Heilige Geest. Nou, dus die, dat heen gaan van onze Heer, dat was dus geen ramp, dat was gewoon een noodzakelijk iets. Want als hij dat, als hij niet weg zou gaan, dan zou de trooster niet komen. Dat zou blokkerend zijn. Dus Christus moest de weg vrijmaken. Het sterven van Christus moest de deur openzetten voor de komst van de trooster. En die zou gestuurd worden door hem. Na zijn heengaan. Dus als ik wegga, zal ik hem sturen. Onderwijl voel ik eventjes een kleine... Ik heb hier een illegale indringer. Die heeft dus geen geldige verblijfspapieren. En die behoort tot de stam Vlieg. En ja, waar is Trump met zijn muur als je hem nodig hebt? Hè? Maar goed, kriebelbeest. Dan moet ik nog niet zo ook. Nou, toen het christendom begon, toen kregen ze het al snel aan de stok met de Romeinse overheersing. En de Romeinse overheersing, dat weten wij nu, dat is de modificatie van Babylon. En daar zit het hele punt. Het is Babylon dat een pesthekel heeft aan het christendom. En het is Babylon die de christenen bestrijdt en vervolgt. En het Romeinse Rijk, dat is nog steeds. Dat is oppermachtig. En de Vlieg heb ik te pakken. Zie je wel? Ja, ja, Vlieg. Ik heb gewonnen. Jee. Hoppakee. Nou, die Vlieg zit nou netjes onder een... Ja, dat is een glazen vaasje dat ik heb. En waar zit hij nou in? Maar hij voelt zich prima. Hij zit lekker zijn pootjes schoon te maken. En zijn achterpootjes even schoonmaken. Die heeft nog helemaal niks in de gaten. Maar zodanig gaat hij lekker naar buiten. Maar lekker buiten spelen. Stomme Vlieg. Beetje kriebelen op mij. Heb niks beters te doen, jongen. Aan woningen binnen te dringen van mensen die eerlijk hun huur betalen. En jij een beetje gratis in de rond te lopen en op voorhoofd te komen kriebelen. Maar dat pikken we niet, man. Nee, die Romeinse keizer, die had er... of dat Romeinse Rijk. Je zag dat helemaal niet zitten. Ja, een geloof waarbij je dus niet van een bepaalde etniciteit hoefde te zijn. Iedereen mocht meedoen. Een geloof wat...
vredelievend was. Niet geloofde in geweld. En bovenal een geloof wat dicteerde dat er maar één koning is. En dat is niet een aardse koning. Dus iedere aardse heerser, ja, daar werd meewarig naar gekeken vanuit het christendom. Dat was een fopheld. Ja, dat was niet naar de zin van Babylon, snap je? Die hield daar niet van. Dus moesten die christenen vervolgd worden. Zo zat het. Maar toen Jezus nog leefde, een hele mooie anekdote. Toen kwamen de mensen naar hem toe en zo klagen. Ja, yeah, en wij moeten belasting betalen aan het Romeinse Rijk. Hè? En wat vind je daarvan? Want wij vinden het niet eerlijk. Wij werken heel hard en die Romeinse keizer doet helemaal niks. En dan moeten we nog betalen aan hem ook. Dus afperserij natuurlijk. En dat is het ook. Het Romeinse Rijk, dat is gewoon maffia. Protectiegeld moesten mensen betalen. Voor een vijand die niet bestond. En Jezus zei van, nou, wat moet je dan betalen? Laat zien dan. Nou, die mensen lieten dus die munten zien die ze moesten betalen aan de Romeinse keizer. En Jezus die bekijkt zijn muntje en die ziet aan de ene kant van die munt dat daar een hoofd op staat afgebeeld. Hij zegt, hey, er staat een hoofd op van iemand. En van wie is dat? Ja, dat is het hoofd, de beeltenis van de Romeinse keizer. Oh, zei hij, dat is zijn munt. Ja, die mensen, dit zijn die Romeinse munten. Nou, als die munten toch van die keizer zijn, geef ze dan terug aan die keizer. Afdeling gevonden voorwerpen. Ik heb een munt van je gevonden, alsjeblieft, homo. Kijk, dat is nog wat anders, hè, als de gemiddelde belastingadviseur hier in Nederland, die jou ook wel wil helpen met het zo min mogelijk betalen van belastingen. Maar ja, die komt aan met allemaal formulieren en ideeën en aan het eind van de rit krijg je nog een nota ook. En dan betaal je minder belasting aan de Nederlandse overheid, maar je moet dan wel belasting betalen aan de belastingadviseur. Want die heeft je toch geholpen. Nou, zo was Christus niet. Christus zei, betaal gewoon belasting, zit niet zo te zeuren. Het is jouw geld helemaal niet. Het geld is er van die Romeinse eikel. Nou, geef die man zijn geld terug. Doe een beetje vriendelijk. Ja, hoe anarchistisch wil je het hebben? En over rijkdom en alles, hè? De Christus zei ook, of zijn volgelingen, wat is het? Verzamel u geen schatten op deze aarde. En dat zei Christus zelf volgens mij. En waar mot en roest ze zullen aantasten. Doe dat niet. Wat heb je nou aan bezit? Sukkel. Het enige wat bezit met je doet, is dat je 's morgens wakker wordt en denkt, oh, heb ik mijn bezit nog wel? Dat je de hele dag gaat lopen verdedigen en zorgen dat je 's avonds nog steeds hetzelfde bezit hebt als 's morgens vroeg. En het liefste nog iets meer. Wat zou je druk maken? Ik was een keer op gesprek bij wat dan mogelijk een opdracht zou worden in de ICT. Ik heb er niet op gereageerd. Ik heb niet eens een offerte uitgebracht. Het was in Hilversum. Zo'n rijke luiswijk. En dat was een lekkere dag, een zomerse dag. En het raam stond open. En die man die was aan het vertellen wat hij allemaal nodig had. En dan wil ik dit, en dan wil ik dat, en dan wil ik zus, en dan wil ik zo. Ja, ja. En dan horen we op een gegeven moment een lawaai, jongen. En ik kijk zo die mogelijke opdrachtgever aan. Is dat nou? Ja, zei hij, die man die woont hier in de buurt. En die heeft een oude Bugatti of zo aangeschaft. Zo'n hele dure auto, hè. En
En dan een oldtimer dinges, duur exemplaar. Ja, zei hij, en dan moet hij elke week een stukje in rijden, want ja, anders gaat het niet goed met die auto. Zei hij, die mag niet stilstaan, die auto. Ja, ja. Hij zei, nou, dan rijdt hij een rondje. Even, dat is alles bij elkaar misschien een kilometer. Ja, en dan komt hij altijd hier langs en dan parkeert hij hem weer in zijn garage. Ja, en ik was daar op bezoek met de Renault Clio. En na afloop zet ik die dan weer neer bij Wim en Martin voor de deur. En dan moet ik 2 kilometer lopen naar huis. Heb ik weer mijn beweging gehad. Dat scheelt me weer een sportschoolabonnement. Kijk, zo doe ik dat. Ik heb vroeger wel een auto gehad hoor, dat wel. Al dat bezit, al die dingen, dat geeft je alleen maar sodemieter, man. En als je het nodig hebt voor je werk, ja, dat is een ander verhaal. De dingen die je nodig hebt, ja, dat is, een vriend van mij, die is spastisch geboren en die heeft een rolstoel nodig. Ja, die kan echt niet lopen. Als hij geen rolstoel heeft, dan is hij aan bed gekluisterd. Ja, die man wil er ook wel een keer de deur uit. Ja, die heeft een rolstoel nodig. Had hij laatst had hij nieuwe banden gekregen. Ik zei, hé, zo'n mooie nieuwe banden, man. Hij zei, mooi, mooi. Die moet ik weer helemaal inrijden. Maar ja, ze moesten vervangen worden, zei de instantie. Dus ja. En hij heeft dan niks te vertellen, hè? Nee. Nee, dan wordt hij uit zijn rolstoel getild, in een stoel gezet. En dan komt de vliegende rolstoelmonteur. En dan woep, woep, woep. En heeft hij nieuwe banden. En zei hij, dat profiel, man, dat rijdt hartstikke zwaar. Maar hij moet het meeste is handwerk voor hem. Dat is het christendom. Dat al die spullen, die doen er niet toe. En er zijn mensen die betalen misschien wel 5000 euro voor een horloge. Ja, dan ben je toch gek, man. Ik heb hier in huis heb ik 2 klokken hangen van de IKEA. Eentje in de keuken en eentje in de woonkamer. Gewoon zo'n simpel klokje. Met een batterijtje erin. Een AA. En ik heb een Nokia. En dan niet eens een smartphone, maar een Nokia. Waarmee je kan bellen en sms'en. En heel handig, je kan telefoonnummers opslaan. En die staan dan op alfabet erin. Kan je ze dan makkelijk terugvinden ook. En dan nog wat functies erin en die gebruik ik helemaal niet. Zoals fotootjes maken. Nou, dat hoef ik niet te doen met mijn telefoon. Filmen doe ik ook niet met mijn telefoon. Maar dat kan dan allemaal. Dat zit dan in het allergoedkoopste model ook nog. Maar wat mij betreft had dat er allemaal uitgemogen. Nou, en daarop staat hoe laat het is. Ja. Horloge? Ik heb het niet eens nodig. Thuis kijk ik op de klok. En ja, naar buiten ga ik niet zonder mijn Nokia. Dat doe ik zonder meer niet. Dat is niet handig. Voor als er wat gebeurt of whatever. Het is altijd handig om je mobieltje bij te hebben. Als ik naar buiten ga, dan neem ik mee mijn portemonnee en mijn Nokia. Ja, en natuurlijk kleren aan en zo. En je schoenen en mijn bril op mijn neus. Oh ja, en ik neem ook altijd mijn camera mee voor het geval. Ik iets zie wat mooi is. En een klik, maak ik even een foto. Maar je gaat er geen 5000 euro betalen voor een horloge. Je bent er niet gek geworden. En dat dicteert het christendom. Het christendom is in essentie niet materialistisch, onmaterialistisch.
Dat is niet iets waar je je mee bezig moet houden. En onze Babylonische samenleving, ja, dat is een en al materialisme. En racisme. En dus worden christenen vervolgd. Ja, en dat niet alleen. Racisme en materialisme, maar ook dat imperialisme. Dus het inpikken van andere gebieden en oorlog voeren. En, oh man. Het christendom heeft daar een broertje dood aan. Of ja, niet eens in de zin dat we het bestrijden of zo. Maar ons hart woont daar niet. Daar doen wij niet aan mee. Aan die idioterie. Nou, en wat is dan ons loon? Ja, is dat we vervolgd worden. En belachelijk gemaakt. Nee, dankjewel, lieve wereld. Dat is toch te gek voor woorden. Het enige geloof waar je daadwerkelijk als samenleving wat aan hebt voor de cohesie, dat ga je lopen vervolgen. Dat is toch dom? Je moet blij zijn als de christenen zijn. Er is een onderzoek gedaan, niet lang geleden, naar racisme per land. Nou, de landen die dan doorgaan voor landen waarbij een groot deel van de bevolking bijbelgelovende christen is, hè, die zijn het minst racistisch. Die landen dus. Hè. Het christendom straalt dat uit. Dat is toch wat je wil? En dat niet, het meest racistische land ter wereld is India. Het dominante geloof al daar, hindoe. Ja, maak je borsten maar nat. Maar ze hebben mot daar hoor. Dan heb je de boeddhisme en heb je de mohammedanisme zit er sterk. En het hindoeïsme. Jongen, en het hakt elkaar de kop af. Regelmatig hoor. Zijn er weer onlusten. Ja, tussen christenen heb je dat niet. Toen wij christenen op de vlucht voor de paus is van Babylon hè. Dan waren we op de vlucht voor de paus. En een heel groot aantal van ons zijn gevlucht naar Noord-Amerika. Want daar lag allemaal land. Helemaal braak. Daar deed niemand wat mee. Oh, en daar zaten dan Calvinisten, Lutherianen, Methodisten, Presbyterianen. Wie ben ik vergeten? Dacht je dat die oorlog hadden onderling? Nee, natuurlijk niet. De Lutherianen gingen naar de Lutherse kerk en de Calvinisten gingen naar de Calvinistische kerk. That's it. Dat leefde als broeders en zusters naast elkander. Katholicisme was verboden. Je mocht er niet openlijke diensten organiseren. Werd niet op prijs gesteld. En was je toch katholiek, dan, ja, nou ja, je mocht in elk geval niet werken voor de overheid. Klaar. Was een mooie tijd hoor, in Amerika. In die dagen dan, hè? Heb je over 16e eeuw, 17e eeuw. Toen tegen het einde van de 18e eeuw, toen was het afgelopen. Toen zat de paus er weer helemaal tussen. Met die grondwet. De overheid zal geen religie verbieden. Staat in de eerste amendement. To the constitution. En de paus zei, daar ben ik weer. Hallo allemaal.
Er is zo'n christelijke kerk, dat heet Alamo Ministries. Een keten van kerken. En ja, die hebben het niet alleen maar over katholicisme. En ze zeggen heel duidelijk dat het katholicisme de vertegenwoordiging is van de antichrist hier op aarde. En dat blijkt ook uit de Bijbel. Als je het boek Openbaring erbij pakt. Dat is een weliswaar profetisch taalgebruik. Dus het staat er niet letterlijk. Maar het staat er wel. Of the woman riding the beast. Een vrouw die zit op een beest. Dat is de katholieke kerk. Nou, en die Alamo Ministries, die predikt dat onder andere dan. Hè? Ja, die zijn vervolgd, jongen. De bezittingen afgepakt. De belastingdienst erop afgestuurd. Alles, alles. Zelfs kinderen zijn er in beslag genomen. Kinderen zijn geconfiskeerd. Terwijl het enige wat ze deden was de Bijbel uitleggen. Nee, dat werd niet op prijs gesteld. En toen werden ze maar weer eens vervolgd. Hé? Ja. Nee, leuk is dat. En dat, ja, dat zal nog wel een tijdje doorgaan, hoor. Ten meer doordat er helemaal geen aandacht aan geschonken wordt in de pers. Misschien zou ik het elke week, want elke keer bij First Amendment Radio, bij de World View, is er wel weer zo'n akkefietje. Anders moet ik het maar op gaan schrijven. Iedere keer dat ik daar weer wat van hoor, dan maak ik een aantekening. En dan eens in de zoveel tijd christenvervolging update of zo. Maar wat is er nou weer gebeurd? In China is het ook heel erg. Die vervolging van de christenen. Nou, in Amerika vertelde ik je net. Hè? Niet allemaal hoor. Sommige christelijke genootschappen die worden ja, meer dan verwelkomd. Zo. Er is een hele rare man, Kenneth Copeland heet hij. Eng uit me. Die beweert dan ook dat hij een christen is. Ik vind dat zo'n enge man. Die is ook stinkend rijk. En dat vindt hij dan terecht omdat hij heel goed werk doet. Dat hij heel veel mensen bekeert. En dan mag je ook heel rijk zijn hoor. Maar hij heeft miljoenen. Ja, die komt lekker op tv. En die maakt allemaal mensen gek. En ja, die hoeft zich geen zorgen te maken. Maar zo'n Tony Alamo van de Alamo Ministries. Ja, die is overleden in de gevangenis, als ik het wel heb. Is veroordeeld tot 175 jaar gevangenisstraf. Toen was die man 70. Die had niks gedaan. Ze hadden hem beschuldigd van seksueel kindermisbruik en van alles. Dat was helemaal niet waar. Die getuigen die waren betaald. Ja, dat weten we nu allemaal. Maar wie heeft het er nog over? Helemaal niemand. Maar het is er wel. En in Afrika heb je het ook van die gevallen. In Kenia of zo. Dan worden er weer kerken platgebrand. Oh, was toch laatst een aan die moordaanslagen, wat was het? In de buurt van India was dat. Volgens mij op het eiland.
Als vroeger Ceylon heette, hoe heet dat tegenwoordig? Dat is ook een kerk, helemaal met de grond gelijk gebrand. Tientallen doden. En die mensen doen nogmaals geen vlieg kwaad. Dat kan je van die Mohammedanen niet zeggen. Ik geloof niet dat Osama Bin Laden achter de aanslagen van 11 september zat, maar... Ik geloof wel dat die jongens van ISIS bestaan. En die zijn allemaal Mohammedaan. Tenminste, er is geen Mohammed... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik wou zeggen, er is geen Mohammedaan die daar bezwaar tegen maakt. Dat is niet helemaal waar. Er zijn Mohammedanen die zeggen, wat doen die ISIS-lui hier? Dat zijn geen echte Mohammedanen. Dat zijn Yankee-moslims. Ja, Yankee van Amerikaan. Je zou moeten zeggen, dat zijn katholieke moslims. Katholieke strijders. Ja, aan de andere kant, er wordt gezegd, en niet door de eerste de beste hoor, maar door nogal wat mensen... die er toch aardig onderzoek naar gedaan hebben, is dat het hele Mohammedanisme, dat komt vanuit het Vaticaan. Die twee stromingen, het katholicisme en het Mohammedanisme, ja, dat lijkt op elkaar als twee druppels water. Hoor. Als je weet waar je op moet letten. Dan zie je het. Ik neem het me voor, ik ga wat meer vertellen over de christenvervolging. Ik ga jullie op de hoogte houden. Want het minste wat je in deze kan doen, is dat je begrip hebt voor het leed. Snap je? Het leed wat christenen, nou hier in Nederland dan niet, maar het leed dat christenen treft in veel gebieden op deze aarde. En dat is niet leuk, want die mensen zijn onschuldig. En er zijn ook andere mensen die onschuldig zijn. En dat is ook allemaal heel zielig. Maar dit is ook heel zielig. Snap je? Nou, dat is een mooie korte beschouwing. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.